Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier weer terug voor jullie met meer GTA 5. En jongens, vandaag gaan we met deze twee persoontjes gaan we wat heel boeiends doen. Nou, ik moet deze kant op lopen, dat zal wel. Oeh, wat is dit? Choose one of the cars. Ik neem de witte Audi. Dat ding is zo fucking chill. Tenminste, is dit dan een Audi? De Audi merkt het op de achterkant. Nou, dat zal wel. Het lijkt op een Audi R8. Ik ga echt niet zo'n rood poepwagentje rijden als ik gewoon in dit fucking ding hier zo kan rijden. Low and raise the roof of a... The roof of a convertible car hold in your stationary. Oké. Okay. It's like that, nigga. Oh god, wat moeten we nu doen? Follow lamer. Oké, dat is dus lamer. Oké. Okay. Eens even kijken. Oh god, nou al. Oh god, jezus. Nou al over tegenaan botsen hier. Ja, ik snij een stukje af, gast. Holy shit. Oh mijn god, ik faal nu al aan rijden. Oh god. Up. The yellow bar below the radar shows Franklin's special ability. Oké, dit is Franklin. Oh, oké. Okay. Ability level, press L plus R together to activate Franklin's ability. Oké, okay, en wat mag die ability dan wel zijn? Oh jezus, Franklin. Ga nou eens rijden, man. Echt serieus. Zonder van die mooie Audi. Oh god, hierheen. Oh god. Ik moet wel toegeven, ik vind de graphics wel een stuk beter dan van GTA 4. En dit rijdt ook wel een stuk beter. Holy shit. Oh my god, ik kon in GTA 4 al niet rijden, nou hier is het nog erger. Nou, nah, misschien is het gewoon een kwestie van wennen, I don't know. Het rijdt wel heel erg als Death Island. En ik kon bij Death Island ook in het begin niet rijden, maar... Daar gingen die auto's lang niet zo snel en was het lang niet zo druk op de weg, want dan had je helemaal zombies en zo. My god, en ik verlies die wat lemer heet die ook alweer, nou al. Nou, kom op. Coole auto dit eigenlijk. Mooi witte Audi R8. Zo, oké. Okay. Wat is dit nou? Waar gaan we nou heen? Waar gaan we nou heen dan? Oh god, we reden in een van de terreinen op of zo. Wat is dit? Aliens op de weg! Mijn god, kijk uit jongens, ik reed jullie allemaal plat anders. Oh mijn god, aliens op de weg. Kijk uit jongens. Fucking aliens. Oh jezus! Ja, sorry meneer, het spijt me heel erg. Maar moet je me niet op de straat gelopen wanneer ik eraan kom. Ik doe het best nog wel goed voor mijn eerste keer rijden in Los Santos. Want nou ja, ik reed toen wel in die witte auto, maar dat was gewoon op de buitenweg. Dus ja. Het rijdt wel niet echt anders, maar deze auto is ten eerste een stuk sneller en het is hier een stuk drukker. Use L to control a vehicle while in the air. L. Oh, oké. Okay. Is dat dan... Dit of zoiets? Oh, oké. Okay. Dat is nice. Hey, Lemer, kom eens terug. Wat denk je wel niet? What the fuck? We zien die gast allemaal te zwaaien, hè? What the fuck? Hallo. Ik kom hier van rechts of zoiets. Ik weet niet waar ik langskom. Het boeit me niet. Ik heb altijd voorrang. Laten we het daar gewoon op houden. En... Waar gaan we in godsnaam heen? What the fuck? In ieder geval een rabouterrein of zo? Wat? Homie. Yeah, we zijn allemaal homies hier. Allemaal homies van elkaar. Eens even kijken. Als ik het goed heb, was A handbrake, toch? Of zoiets? Ja, A was handbrake. Oké. Okay. Kunnen we tenminste leuke driftjes doen? Oh god, nee. Nou, kom op. Franklin. Godverdomme. Zit ik nu gewoon vast? Ik heb het voor mekaar, jongens. Ik heb het gewoon fucking weer voor mekaar. Dat ik gewoon weer godverdomme vastzit. Alleen ik, hè. Gewoon alleen ik in fucking de eerste wat raceachtig ding in GTA. Godsamme jij met die E-team-bus. Ga toch aan de kat, man. Maar gewoon, het is ook alleen gewoon ik ook gewoon. Alleen mij lukt het om zo pro te doen in GTA. Nou, waar ga ik nou helemaal heen dan? Oh mijn god, ik ga de compleet verkeerde kant op. Jawel mensen. Mission failed. Franklin lost lamer. Het begint jongens. My god. Gaan we nou alsjeblieft niet vertellen dat ik het hele rijgeneuzel over moet doen. Want dat zou ik echt gewoon enorm kut vinden. Waarschijnlijk wel, want het is GTA. Ja. Moet je altijd alles in het begin overnieuw doen. Dat bestaat niet zoiets als checkpoints. Oh kijk eens aan, wel dus. Oké. Het zal. Ja, dat weet ik nou wel, game. Hoef je me niet te vertellen. Oh, jezus, nee. Franklin, wat doe je nou allemaal? Oh, mijn jezus, Franklin. Nee, kom op nou, Franklin. Oh, mijn god, hoe deed hij dat nou? Oh, my god, Franklin. Dat was gewoon skills, gewoon. Mijn god, dat asfalt mogen ze ook wel eens een keer opnieuw doen hier. Ik vind het een leuke stad, Los Santos. Hadden ze eerder moeten doen in GTA. Het is natuurlijk helemaal afgeleid van Los Angeles en zo, maar dat maakt niet uit. Gave game dit, echt. Hallo, wat zijn we hier in godsnaam aan het doen met je midden stilstand op de kruising? Hier, gaat toch weg, man. Sorry, biedt het erop. Echt, ik reed deze hele auto gewoon in puin. Echt, serieus.
Eens even kijken. Franklin, haal die lemers even in, wil je? Eens even kijken. Vol gas door de bochten. Ik heb gehoord dat het helemaal leek op een race game als je zeg maar in een auto zit. Dat lijkt er aan de ene kant wel op, want alles is helemaal snel en alles. Oké, nou, nu komen we tenminste niet vast te zitten. Headlights, oké, dat is nice. Oh, ik had hier langs gemoeten. Maar natuurlijk. Waar gaan we nou heen dan? Waar gaan we nou allemaal? Waar gaan we nou, godverdomme? Franklin, die hele auto voor jou is aan de kloten. Het hoeft niet verder kapot. Dat die kapot is, betekent niet dat die nog verder kapot moet. Yay, Leroy Jenke. Oh my god. Dit ding is gewoon helemaal naar de kloten zometeen. Huh, koprol. Goed zo. Oké, dan moet je hem alleen niet verliezen, Franklin. Want anders kunnen we alles overnieuw doen. Kom op, Franklin. Park next to Lamer. Oké. Waar moeten we heen dan? Is dat een van de bus hier of zo? Oh, hier moeten we heen natuurlijk. Oh god. Oké, goed. Oh, what the fuck? Ik rij automatisch mijn hele auto naar de kop. Moet je zien, hè. My god. I show you how to move something, nigger. Oh god, nee, de dienders. Zijn die auto's van jullie dan? Paperwork? Wat? Hebben jullie die auto's gestolen met papierwerk en al? Of hebben jullie die auto's legit gekocht? Ik denk het eerste, maar goed. Oh mijn jezus, oh mijn... Ja, sorry, het spijt me heel erg, meneer. Het is niet mijn schuld. Ik ben gewoon niet zo goed aan rijden in GTA. Nog niet tenminste. Ik hoop dat ik uiteindelijk beter ga worden. Oh god, politie. Gewoon gras erop. Ik moet de politie kwijtraken of zoiets. Ik denk wel dat dat het doel is vandaag. My god. Oh god, daar komen ze al. Daar komen de dienders. Oppokken. My god, ik wil absoluut niet gearresteerd worden. Dat zal echt mijn dag verpesten. Bedankt voor het setje alvast. Zo, hup, gas erop. Pak me maar eens, dienders. Waarom zeg ik de hele tijd dienders? Nou ja, het zal wel. Eens kijken wat het dingetje kan op een rechte lijn. Oh, oh, ja, oh god. Hallo, wat deed de politie wel niet hier? Kom op, doorrijden, Franklin. You can do this. Oh god, botsen. Mijn god, die ontsluiting is echt onduidelijk. Hier moet je kijken. Het is een goede meukzooi. Oh jezus, oh god, bomen hier op de weg. Oké, volgens mij ben ik ze kwijt. Nee, ben ik niet. Godverdomme. Kijk eens aan, ik kan al wat trucjes. Zo even die dikke negerin overrijden. Oh mijn god, het geluid. Dit is gewoon master. Maar je moet ook eigenlijk iets doen waar je chic bent, hè. Je kunt niet de hele dag gewoon een beetje niks gaan doen. Zo werkt dat hier niet. Gewoon door blijven rijden, door blijven rijden, door blijven cruisen, door blijven cruisen. Oké, en achteruit en weer vooruit, oké. Nou, ben ik ze al kwijt of niet? Of zitten ze nog steeds achter me aan? Hallo. Zou toch wel denken dat ik zo straks want ik kwijt moet zijn in deze auto. Serieus. Het zou cool zijn als dit Franklin's auto was. Het zou cool zijn. Dat ik gewoon een beetje door Los Santos kan cruisen in dit ding all day long. Mijn god. Alleen ik moet hem wel even wat versterken, denk ik, met wat panzers of zoiets. Kun je eigenlijk van die panzers in GTA krijgen dat je bijvoorbeeld je auto minder snel deuken oploopt of zo. Dat was een van mijn wensen voor GTA. Dat gewoon je auto's niet zo snel kapot gaan. Jongen, ben ik... Oh mijn jezus, ik ben die dieners nog niet kwijt. Snel hierheen, we gaan off-road. We gaan off-road met de bitch. Oké, goed. Nou, ben ik ze nu kwijt? Oh mijn god, ik reed helemaal weer verkeerd hier. En ze... Oh mijn god, zitten ze daar weer. Nou, ik zit achter ze, dus als ik achter hem blijf... Maar volgens mij is dat blauwe dingetje voor ze een spotting area, zeg maar. Dus even kijken, als ik nou gewoon hier langs ga zo. Oh god, niet handig. Yes! Take the car back to the dealership. Oké, wat is een dealership? Is dat een garage? Hoop zo. Back to the dealership. Oké. Dealership. Is er niet een ander woord voor garage in Amerika? Nou, het zal wel. Ik ga hem naar een dealership brengen. Oh shit! Oh god, dat was close. Zeg je, de gram de benen in die politieauto. Toet, toet, moet er langs. Deze auto moet terug naar de garage. Ik zie dat helemaal voor me. Gewoon bij zo'n Audi garage leen je zo'n Audi R8. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Sylvester Stallone of zo. Die leent een Audi R8 bij de Audi dealer. En gaat die hem uiteindelijk weer terugbrengen omdat ze, weet ik veel wat, zijn Ferrari of zo weer gemaakt is. Ik zeg maar wat hoor. En dan vervolgens
Brengt hij hem helemaal terug met deuken en zo. En zegt hij, ja, hij moest in de film gebruikt worden. Oh, die is met die back zo van, ja, what the fuck is mis met jou? Dat zou wel cool lijken. Als dat echt een ding zou zijn. Oh shit, ik moet hier langs. Het ding heeft wel lekker veel grip, dat is wel cool. En die vier uitlaten, dat is een dikke sportauto dit. Oké, wat is hier? Is dit die dealership? Wat is dit voor iets? Hallo? Nou, ik moet hierheen, dus het zal wel hier zijn. Oh god. Ja, het ziet eruit als een autogarage. Yes, Premium Deluxe Motorsport. Ik had gelijk. Goed. This is Simeon's car dealership. Franklin can come here to bla bla bla. Missies of zoiets. Ik las wat over missies. Oh mijn god, racisme begint het nou alweer over. Geweldig. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren hier? Coole auto's heeft die gast hier. Oh mijn god, nou gaan we dit weer krijgen. Dan weer een backvecht hier natuurlijk. GTA, wat verwacht je? Coole Audi's en monster trucks en hummers staan hier allemaal. Wat chill. Multiculturist, die gast heeft een Russisch accent. What the fuck? Dus als ik een Russisch iemand ben die naar Amerika gaat en die een autogarage gaat beginnen, twee negers in dienst neemt en een gele auto probeert te verkopen aan een van de verminkt iemand, ben ik een multiculturist. Oké, simpel gezegd. Oh, Lamar. Ik dacht Lamar. Nou, Lamar. Oké. Het is Lamar. Ja, ja. I gotta go. I need to smoke some weed. Because smoke weed every day. Smoke weed every day. Of zoiets. Dat is zo'n persiflage op Snoop Dogg's smoke weed song dit. Nou, eens even zien. Wat moeten we nu doen? Nou, ik ga maar naar het blauwe stipje. Want dat moet toch altijd. Each player character has their own unique vehicle. Is dit het vehicle van Franklin? Die gast die moet volgens mij wel wat meer zaakjes doen dan alleen maar bij een fucking garage werken. Dit is gewoon een fucking halve Mustang, man. Go to Franklin's house. Nou, dat is wel wat minder dan een Mustang volgens mij. Dit ding is fucking OP. Dit is een sportwagen. Ring. Ik mag GTA wel die sportwagens en zo. Rockstar heeft weer goed uitgepakt. Hold. That's to fuel Franklin's skills. Is dit nou? Oh, special stamina. Oké, chill. Oh mijn god, ik kan het niet laten. Oh, jammer, ik wou die gast van de motor afrijden. Mijn god, woont Franklin bij een kerk of zoiets? Want dat was toch een kerk of zoiets? Is het een kerk? Ik wil even kijken of dit een kerk is. Ja, het ziet eruit als een kerk. Wat doet een kerk midden in Los Santos? What the fuck? Wat is dit voor arme snoeberbuurt? What the fuck? It's good to be home? Woon jij hier of zo? What the fuck? Franklin rijdt zo'n auto en vervolgens woont je in deze bouwketen. Oh mijn god, wat een lelijk huis. My god. Moet je kijken, daarna is er wel zo'n huis van over die tralies en zo. What the fuck? Oh mijn god, die paddenstoelen zijn wel heel chill die hij voor zijn huis heeft. Dat is gewoon chill. Als je echt boss bent, heb je of een grote tuinkabouter of grote paddenstoelen met een tuinkabouter. Hij heeft dan wel weer niet zo'n grote tuinkabouter, maar dat maakt niet uit. Barbershops now available at... Oh mijn god, zitten er nou gewoon kappers in GTA? Ik weet wat wij de volgende aflevering gaan doen. Voordat wij wat gaan doen, jongens, gaan we eerst Franklin eens even zijn haar laten doen. Sit on the couch to watch TV and try other activities. What the fuck? Wat heeft dat nou voor zin? My god. Dat was volgens mij Franklin's vriendin. Jezus, wat een camera. Sleep on the bed will save the game and advance time. Oké, dat is nice. Vieze was Franklin. Weet je wat dat hoort? Niet in je kast, dat hoort in de wasmachine. Maar goed. Trouwens, als jullie nou een wasmachine op de achtergrond horen, het spijt me, maar... Die is nou net beginnen te centrifugeren. Clothes can be changed in de garderobe. Oké, dat is ook volgens mij een nieuw feature. Oké, alert. Autosave slot contains... Ja, het zal wel. Hup, zo. Mission pause. Franklin and Lamer. Not a scratch. Sad face. Dat heb ik nou weer niet gedaan. Nou, ik heb zilver gehad. Dat is sowieso nice. Maar goed, jongens. Ik denk dat ik het hierbij ga laten voor de tweede aflevering van GTA 5. Weet je wat ik gewoon ga doen, jongens? Als ik 20 duimpjes haal onder deze aflevering, krijgen jullie morgen 2 afleveringen van GTA te zien. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om dus likejes achter te laten. Abonneer ook nog even als je dat niet had gedaan. Volg me nog even op Twitter, @ShadowGames320. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.